gebouw Erfgoed van Suriname moet wereldwijd gepromoot en gekoesterd worden. Daarom heeft Suriname voor de tweede keer besloten mee te doen aan de Wiki Loves monumentfotowedstrijd. De achterliggende gedachte is verrijking van kennis over het gebouw Erfgoed van Suriname. In september konden foto's van meer dan 300 monumenten uit Komowijnen, Koroni, Nikeri, Para en Paramaribo worden geüpload op de website. Wikiloves Monument is een internationale fotowedstrijd om historische plaatsen over de hele wereld te promoten via Wikimedia-projecten. De winnaars zijn Henk De Vares op de eerste plaats, Hima Gai Peshaat op de tweede en Trishal Mairo als derde winnaar. De prijsuitreiking vond gisteren plaats. Het is de bedoeling om ook de fotografen te stimuleren het mooie van Suriname te blijven vastleggen. Met deze wedstrijd hoopt de organisatie ook de bewustwording over het behoud van ons Surinaams erfgoed te blijven stimuleren. De foto's zullen internationaal worden gebruikt als promotiemateriaal voor ons land.